Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Tekenen met Vincent. En in deze aflevering gaan we Robin natekenen, want dat heb ik beloofd. Nou, ik heb eigenlijk niks beloofd, maar ik beloof het nu. Want in de comments, jullie kunnen een reactie plaatsen onder deze video wat mijn volgende item moet worden om na te tekenen. Mag een cartoon zijn, mag een persoon zijn. Liefst een cartoon, want Roby gaat denk ik best lastig worden. Na de intro ga je het zien. Oké, people, let's go to work. Oké, en onder zie je de foto van Roby die ik heb uitgekozen. En ze zit op een stoel en ik dacht dat dat het makkelijkst was. Laat ik haar hoofd in het groot gaan doen. Nou, ik heb sowieso die haarpluk. En die gaat sowieso via deze manier naar de hals. En dat wordt haar nek. Ik weet niet of dat er raar uitziet. Oh god, het wordt nou al moeilijk. Nou, dit wordt haar gezicht. Het ziet er een beetje raar uit. Maar als het goed is, moet dat normaal eruit gaan zien dadelijk als wij een beter beeld hebben. Zo, nou dit wordt haar nek zo. En dan krijgen we hier dan die soort van... Ja, die haren komen dadelijk wel. Jongens, dit is even een model, hè. Dit is even grof gezegd, dit is de oor, maar dat zie je niet. Want hier zit de oorbel. Nou, dadelijk komt hier allemaal haar overheen. Dat gaan we ook tekenen, allemaal apart. Nou, dat loopt ongeveer zo, dat haar, achter de oor, naar beneden. Zo. Zo, dat zijn allemaal lijntjes. Nou, het andere gezicht loopt een beetje naar achter. Dus dat ga ik een beetje zo doen. Zo. Maar over het algemeen gaat de haar zo lopen. Ik hoop dat dit klopt wel een beetje. Want het is nou van de zijkant genomen, hè, die foto. Dus je moet het ook een beetje zijwaarts tekenen. Zo. Ik denk dat dit wel goed is. Dit moet wel goed komen. Die scheidingslijn, die zie je dat ik die heb getekend zo. Kijk, een haartje steekt er wat naar buiten. Dat mag wel zo. Nou, dan gaan we haar ogen tekenen. Ze kijkt een beetje verbaasd. Oh, jongens, dit is toch niet te doen, dit? Dit is heel lastig voor mij. Waarom geef je mij zo'n moeilijke opdrachten? Dit is onmogelijk gewoon. Nou, ik ga het proberen, want... Ja. Heel veel mensen vroegen het aan mij. Van, ja, Vincent, ga Robin aan tekenen. Ik zag ook een keer Bardo voorbij komen. En dat is allemaal best wel... Moeilijk. Oké, daar komt een neus. Oké. Met de neusgaten zo. Ik doe mijn best, jongens. En dan zie je een beetje die mondhoekjes... En ze heeft een beetje lipjes zo. De meeste vrouwen hebben lipjes. En dan krijgen we dat onderlipje. En die is een beetje... Je ziet al wel dat het een vrouw is, toch? Ik denk het, want hier komen de haren zeg maar onder vandaan. Laat ik die maar gelijk tekenen. Dat je niet denkt van dit is een vent. Nee, joh, dit is toch een vrouw dit? Ja, dat denk ik ook. Alleen, het is best lastig, die nek. Nou, laten we dat zo afmaken dan. Zo, ze zit een beetje in een bocheltje, zo. En ze heeft in die hand natuurlijk, die gaan we er dadelijk bij tekenen. Er komt ineens zo'n hand uit, zo. En dan draagt zij in haar hand... Ja, een beetje zo'n... Ik weet niet waarom ze het in de hand heeft. Gaan we niet van die rare vragen stellen. Ze heeft gewoon zo'n... wc-stopper in de hand. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet. Oké, zo. En... Even kijken, hoor, naar die neus gaan hadden we, ja. En een beetje die streepjes zo. Nou, ik denk dat dit aardig wel... Robin lijkt. Het is zo lastig. Robin in cartoonvorm, dat kan wel kloppen. En ik ga niet al die hokjes tekenen op de shirt. Dat is impossible. Oké, een klein beetje streepjes kan wel. Oké, ik vind het wel echt een hele mooie creatie dit hoor. Ik vind hem wel aardig gelukt. Oké, ik zal erbij zetten. Roby. Excuus trouwens, ik ben helemaal vergeten om de achtergrondmuziek aan te zetten. Dan hadden jullie gewoon maar even een melodietje in je hoofd moeten doen. Roby. Nou, dit is Roby. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En tot de volgende keer bij het tekenen met Vincent. En laat zeker in de comments achter welke tekening of wat jij graag wil zien wat ik probeer na te tekenen. Doei doei!